De ministers Ronnie Benschop van Defensie en Gilmer Hoefdraad van Financiën zijn een basisziektenkostenovereenkomst aangegaan met het Staatsziekenfonds. De overeenkomst is op 1 november 2018 ingegaan. Namens het ministerie van Defensie plaatste waarnemend directeur kolonel Johnny Antonius zijn handtekening onder het document, terwijl directeur Rick Kromedi-Harjo dit deed namens het Staatsziekenfonds. De overeenkomst schrijft medische dienstverlening vanuit het SZF voor ten behoeve van het Nationaal Leger en het militair personeel, zowel de actief dienende als de gepensioneerden en hun gezinsleden. Deze groep vertegenwoordigt een bestand van ruim 12.000 verzekerden. Waarnemend directeur van Defensie, Antonius, geeft aan dat het heel belangrijk is dat de personeelsleden de medische zorg niet meer uit eigen zak hoeven te betalen. SZF-directeur Kromedi-Harjo spreekt van een mijlpaal waarbij met de overname van deze nieuwe groep verzekerden de medische zorg aan hen gegarandeerd is. Het gaat dan om de basisziektenkostenverzekering, meer rechten en tandheelkunde. Deze verzekering biedt toegang tot de basismedische zorg, zoals huisartsenhulp, geneesmiddelen en ziekenhuisopname, en is conform het basisvoorzieningenpakket van het SZF. Ook hebben het ministerie en het SZF overeenstemming bereikt over de meerrechten waarmee wordt bedoeld dat alle kosten die buiten het voorzieningenpakket vallen eveneens namens het ministerie worden gedekt. De tandheelkundige hulp is toegevoegd aan het voorzieningenpakket.